Het Graafs Museum in de Hampoort aan de Elisabethstraat is de laatste maanden onder handen genomen. Het gaat heten het Stadsmuseum van Graven. Wij gaan dadelijk aansluiten bij de gemeente Land van Kuik. En dat is natuurlijk 33 dorpen en één stad. Dus het is heel verstandig dat wij het Graafmuseum gaan omdopen in Stadsmuseum Graven. In de oudbouw is de focus gelegd op het prachtig poortgebouw. En in de nieuwbouw de historie van graven vanaf de prehistorie tot nu, uitgewerkt in 6 thema's. Nou, belangrijkste dit is dat hier stonden een aantal vitrines. En daar stond een hele hoop archeologische en andere zaken over de gemeente Graven in. Maar je kon eigenlijk niet zien hoe mooi dat deze oude stadpoort is. En doordat al die vitrines zijn nu weg, het enige wat hier nog staat, dat is deze maquette met de oude gravuren. En dat hoort ook een beetje bij de vesting, zodat we gezegd hebben, als je hier komt, dan zie je A, het prachtige gewelf van deze oude stadspoort en B, het begin van de graven. De situatie van 1845. En als je naar die situatie kijkt van 1845, zie je de stadswallen en je beleeft het ook nog eens omdat je dus in een historisch gewelf staat. Ja. Het is wel een mooi plaatje geworden. Krijgt iedereen daar dan ook een beetje beeld bij dus van hoe dat eruit zag? Ik zie er wel de Elisabethkerk, kan ik zien? In feite, dat heeft dat te maken met de vestingwet van 1871. Toen heeft de regering gezegd van we hebben vestingsteden niet meer nodig. Graaf was de eerste vestingstad die gesloopt werd. En dat heeft te maken met de pil. Want in de pil had je een hele hoop turfstekers. Die hadden een hele hoop werk. Totdat de steenkolen uit Limburg kwamen, hadden de turf niet meer nodig. Dus een hele hoop werkeloosheid van die turfstekers. Dus hebben ze gezegd, kom maar hier met je schub en wij gaan de vesting gaan beslopen. Nou, dus eigenlijk waren het turfstekers die Ja. Dus wat we nou gedaan hebben, een groot gedeelte van de vestingwerken zijn gesloopt, behalve deze kant, want het was ook een waterkering. En de rest is allemaal weg, hier en daar nog een klein stukje bewaard gebleven. En niet alleen daar, maar ook in de vesting Graven zijn een hele hoop dingen die zijn gewoon verdwenen. Dan zie ik de Maas hier en volgens mij is de overkant is Gelderland. Maar dat hoort ook nog een stukje bij graven. Ja, voor ons wel hè. Maar dat moet je niet tegen Heumen zeggen, want het is gemeente Heumen. Maar we hebben toch met de gemeente Heumen en de gemeente Graven hebben gedacht, daar moet iets leuks voor komen. De gemeente wilde alleen maar natuurhistorie en wij wilden cultuurhistorie. En op een of andere manier is dat bij elkaar gekomen. En nu is het een kwestie van geld. En dan wordt Kroonwerkkoeren wordt er opgeknapt. Ja, het is de Koerhoorn, dus ook een stukje vestingwerken. Ja. Maar ik kan me voorstellen als chauvinistische gravenaren dat we het een keer gaan annexeren. Ja, dat zou wel, daar zijn we dik mee bezig. Ja. Nou, bijvoorbeeld, wat we wel hebben, hier zijn ze ook. Hier heb je een aantal van die grote stenen. Ja. En er staat op O en een nummertje. Van daar tot dan, daar. En een aantal van deze stenen zijn op een of andere manier hier in graven terechtgekomen. Ze zijn gewoon gejat, maar dat mag je niet zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen. Nee. Maar dat begin van de annexatie, hè? Ja. Daar begint het mee. Ja. Als jij kijkt als historisch liefhebber en je kijkt dus naar wat hier nu gemaakt is, dan word je dan blij? Ja, echt waar. Ja. Niet alleen dit, maar ook die andere kant. Ja. Want als je nou van hier af gaat naar de andere kant toe, dat is allemaal nieuwbouw. Wat vind je dan? Dit is de situatie van 1845 en daar heb je een andere maquette van West-8 en daar staat in hoe graven er in de toekomst uit moet zien. Ja. Dus als je hier erin gaat, dan zie je dat onmiddellijk. Hartstikke mooi. Ja, dus eigenlijk iedereen die iets van graven wil weten of historie van een van de belangrijkste gebieden van het Land van Kuik moet een keer langskomen. Ja. Tuurlijk. Dus dat is, wat dat betreft is dat een oproep. Ja. Het verhaal achter elk thema wordt verteld aan de hand van voorwerpen, afbeeldingen, tekst en soms een audiofragment.
Dat Grave de meest belegerde stad is, wordt in de expositie heel duidelijk gemaakt. Dat feit was zelfs voor burgemeester Toon van Assendonk opzienbarend. De vesting van Grave, de meest belegerde stad van Nederland. Dat wist ik niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is een tekortkoming aan mijn kant. Want dat zouden we natuurlijk allemaal moeten weten. Wat is de meest belegerde stad van Nederland? Dat is Grave. Vanaf nu heet het Graafsmuseum Stadsmuseum Grave.